Beste aanwezigen, vandaag wil ik het met jullie hebben over moderne slavernij. Velen van jullie zullen dit vinden klinken als een vreselijke hyperbol. Geloof me, dat is het helaas niet. Het is namelijk zo dat statistisch gezien meer dan 90% van jullie nog dagelijks of wekelijks vlees eet. Het consumeren van dierlijke producten is een groot onderdeel van onze leefwijze en cultuur. Nederland heeft na de Verenigde Staten de grootste bio-industrie van de wereld. Niet per hoofd van de bevolking of per vierkante kilometer, maar in totaal. Dagelijks slachten wij in dit land 1,75 miljoen kippen, koeien en varkens. Dat is meer dan 600 miljoen dieren per jaar. Meer dan de volledige populatie van de EU. Nu klinkt slachten wellicht als een boer die met tranen in zijn ogen zijn stokoude varken doodt. Laat me u vertellen hoe het er echt aan toe gaat. Dieren worden tijdens hun vreugdeloos leven vernederd, verminkt en uiteindelijk vermoord. Varkens worden vergast en soms levend verbrand. Kippen worden gedecoupeerd. Dit is een mooi woord voordat hun snavels er met een gloeiend heet mes afgehakt worden. Koeien worden enorme en soms fatale stroomschokken toegediend. En deze gruwelijkheden allemaal omdat het vlees dan voor enkele centen minder verkocht kan worden. Nu denken veel van jullie misschien, maar ik heb altijd verantwoord beter leven vlees. Dat zal zeker niet zo slecht zijn. Ik kan u vertellen, zo slecht is het wel. Het is waar dat de leefomstandigheden van deze dieren iets minder afschuwelijk zijn. Maar deze dieren gaan naar dezelfde slachthuizen als uw gemiddelde plofkip en sterven een net zo pijnlijke dood. De wetenschap heeft keer op keer aangetoond dat alle dieren dezelfde emoties ervaren als wij. Voor mij staat dierenleed daarom gelijk aan mensendood. Dierenmoord daarom gelijk aan mensenmoord. En het is daarom dat ik u oproep om te stoppen met deze genocide. Om niet meer bij te dragen aan deze gruwelijkheden en gewoon een vegaburger te kopen. Dank u wel.